Na de natste november ooit had het wetteskip houden en keren om het water af te voeren. Hier op Ropta Sihul pompt het gemaal Ropta het water naar de Waddenzee. Het wetteskip houdt ook toezicht op het hekkelen van sloten, wat voor 1 november klaar moest zijn. Maar door al die nattigheid waren de bermen en het land te nat voor zware machines. IJs is een beetje dubbeld. De sleet en wat is kien om meer wetten te bergen. Maar dat kien net terug dat het de volle wetten vallen is. Ja, dat klopt. Het is heel dubbel op het moment. Maar daarom moet toch iedereen zijn best doen om op het geschikte moment tot die sleetskin te meiden. Want als bloeien in die cirkel hing je van wetroerlest. Als de deadline nou net helle wordt, zult dat hekkelen je dan wel nog barren deze winter? Ja, dat hangt wel wat van de situatie. Ja, zo, net elke sleet is natuurlijk lekker belangrijk van het wettersysteem. En het is ook net heel nul de bedoeling dat mensen hun land compleet vernielen. Dus ik zou zeggen, geen nulisme en rionbeheerder. En dan kom je vaak wel eruit samen. Nou ben je al een skoft waande met het vergrutten van de wetterberging. Hoe toch je hem dat? Nou, we lezen bijvoorbeeld retentiepolders aan. Dat zijn gebieden die dan één keer in de zoveel hier mij helpen in het bergen van boezemwetter. De wettergong. We zijn natuurlijk in de wettergong ook aan het taluds afvlauwen bijvoorbeeld, zodat er meer ruimte ontsteert. Maar het is een moeizaam proces, want ja, laan is heilig. En ja, ruimte van wetter, dat is wel eens een beetje schande, vinden mensen. Nou, hebben we hem die maatregelen al troffen. Nou, met die records aan hemelwetter. Wordt dat wel testen? Werkt dit goed? Tot een bepaalde hoogte was. Er zijn natuurlijk clusterbaaien met zulke hoeveelheden. Daar is geen enkel systeem op te bouwen. En dan zeg ik, ja, dan mogen we die oerlast soms accepteren. Want als je daarop anticiperen wil, dan gaat het wel afschrikkelijk volle yield kosten. En dat is het maatschappelijk bestuur net veranderd. Maken ze daar wel zorgen over de toekomst? Kunnen we het jaar wel droog houden? Ik maak het in het algemeen wel zwaar over de toekomst. En nee, ik denk net dat we het altijd oerl droeg kunnen houden. Nee, we moeten uiteindelijk toch accepteren dat er een oerlast ontsteert, ja.